Live als het goed is. Hallo allemaal. Ik heb de chat nog niet op mijn beeldscherm. Maar hey. Beetje een late backstream of hoe je het ook wil noemen. Ik ga vandaag gewoon wat games spelen op mcmannen.com. Al wil je joinen, kan dat. Oké, dan moet je gewoon even de server joinen. Oké, ik word gelijk al ingemaakt, dus dan lijkt het gewoon een leuk begin gelijk. Ik pak dadelijk een chat erbij, dan kan ik zien wie er in chat is en wat jullie zeggen. Voor nu doe ik random item challenge. Dat betekent dat ik om de 2 minuten een random item krijg, zoals nu. En dan moeten we elkaar proberen te killen. Het staat tegen random mensen online. Dat is ja, het doel. Ze zeggen het. Ja, klopt. Ja, toffe Thijs hier in call. Hallo, ja, dat ben ik. Oh, ik ga nu alweer dood. Hij krijgt gelijk wapens en ik heb fishing rods en nu kan ik niks doen. Dus dat is leuk. Klinkt als een skill issue, zeggen ze dan, hè? De jeugd van tegenwoordig. Ja, ik ben altijd weer dood, joh. Oh my god, die chunks laden niet eens in. Ja, dat zeggen ze inderdaad wel. Heb ik al gehoord, dat is gewoon een skill issue dan. Ik heb dat gehoord van de breinkrijger bijvoorbeeld. Hij oh is my god! Van de jeugd van tegenwoordig. Ja, precies, op die manier. Ik ben al gelijk dood, denk ik. Waarom kwam een tank niet over dit heuveltje heen? Wat speel jij? War Thunder. Cringe. Oh my god, maar wat moet ik hier tegen doen? Ja, goed zijn. Ik kan er niks tegen doen, ik moet gewoon rennen tot ik een wapen krijg. Hij zit er gewoon achter me aan te rennen met een wapen. Het is weer zo cringe allemaal. Maar ik krijg zoveel ongeluk. Kijk hier naar rechts. Ik ben dood. Ik moet gewoon gaan parcouren. Om hem eruit te rennen, want ik kan niet terugvechten. Of ik moet hem even ontsnappen met een cave of zo. Is dat mijn advies is? Oh! Ik ben dood. Moet zijn. Ja, is dat je advies? Ja. Dat doe ik altijd. Oh my god! Nee! Nee, ik zit hier ook echt vast! Nou, oké. Fair. Ik kon er eigenlijk niks tegen doen. Ik ga even mijn chat erbij pakken. Oh, ik zie dat er mensen in chat zitten. Hoi, welkom allemaal in chat. Oké, ik zie al jullie berichten nu. Dus nu ga ik jullie berichten ook kunnen oplezen. goed dat ik Bars heb betrapt. Ja, klopt. Hallo, welkom allemaal in chat. Sorry. Wie is er betrapt? Iemand op de 09 SMP die heeft... hoe heet het? Ik ga trouwens random item challenge spelen. Iemand op de 09 SMP was ding aan het slopen en die is nu geband. Ja, sorry jongens dat ik even nu zonder webcam zit, maar ja, ik weet niet, ik had echt geen zin in vanavond. Oh, ik kan hem aandoen. Ja, wil jij even de webcam aandoen voor de livestream? Dat doe jij gewoon, hè? Ja, die staat aan. Ja, stom. Nou, Bram vindt het, of Leon vindt het stom. Ja, sorry Leon. De volgende keer, speciaal voor jou, ga ik herinneren, doe ik mijn webcam weer aan. Hallo Bram, welkom in chat. Ja, we gaan vandaag eigenlijk wat Manhunt spelen, wat random item challenge. Dus pak lekker wat eten, pak lekker wat drinken. Geniet lekker van de gameplay of zoiets. Ik ben ook. Ja, maar ben wat dan te drinken? Wat raad je aan? Ik raad persoonlijk aan een lekker frisdrankie. Maar dat kan natuurlijk verschillen voor iedereen, hè? Maar wat voor frisdrank? Ja, cola of zo. Ja, maar welke cola? Weet je, Pepsi ja, of gewoon Coca-Cola? Gewoon cola, gewoon de normale cola. Als ik zeg cola, dan zeg ik cola, oké? Ja, maar je hebt ook een vanille cola, je hebt cherry cola. Oh, kom op. Ah, oh, 15 seconden, dan kan ik even slaan. Gewoon een normale cola. En een lekker chippy. Maar wat nou als je die van Cola Zero hebt? Ja, dat is dan ook. Dat is de goed balen. Ik ga hier dood waarschijnlijk, hou gaan we erin tikken. En kaas, Bram, dat is een goeie. Ik zit te vechten bij een lavapool, jij hebt het over kaas? Ja, Bram heeft het over kaas. Oh. Ik ben het alleen met hem eens. Ik zit even iemand te rekken in Minecraft. Of ik word gerekt. Mac, vanille shake, kan ook. Fristietje, kan allemaal. Mag ook. Mag dat van jou nieuw? Van mij mag het. Van mij mag het. Heeft hij een wapen gekregen? Nee, hij heeft emmers. Oké. Ik ga hem proberen deze... Oh, hij gaat lava pakken of niet? Oké. Doe mee de shaak of niet? Nee, hij pakt water. Dus dat is best wel dom eigenlijk. Hoe dom? Ja, super... Uberdom. Op een schaal van 1 tot dom. Ja, oké, ik sprong net van de boom af, dus dat is wat minder meer dom. Hij heeft mij ook wel goed te pakken eigenlijk. Ik heb letterlijk niks behalve blokken. Hij heeft tenminste water. Oké. Oh. Zonder water, hij is geliefd! Hij is letterlijk geliefd. Wat een nerd.
Nee, Snickers. Snickertje kan ook. Porkchop, Casie. Het kan allemaal, joh. Het kan allemaal. Als jij maar toestemming geeft dan, hè? Hey, van mij mag alles. Zuisburg zegt never, ik wil ook al. Ja, dat is de globale. Zou ik hem erin zetten? Oh ja, als jij het kan doen, dan kan je... Mag dat niet. Ja, nee, dat mag. Oh, ja, wacht, nu gaat het even mis. Oh, ik werd gelijk gepakt hier. Ah, het Kasper, is ook wat, hè? Zo toe. Hallo? Nee, ik weet het, bier. Ja, dat mag ook. Nou, tenminste, als je 18 bent, dan mag het wel, ja. Dan kan het. Maar onder de 18, dan zou ik toch maar dat fristietje pakken dan. Moet je ervan genieten, ik... Wat zei je nou? Oh my god, ik ben dood. Oh, shippies. Ik hou wel van shippies. Kasper, niet zo zeuren, nu ga ik er langer over doen. Fristies voor echte mannen, eens. Ook al, de laatste keer dat ik fristie heb gedronken is echt heel erg lang geleden. Ik ben zo dood. Oh, ik ben niet dood. Ik had bijna de verkeerde Kasper toegevoegd. No way. Zijn er meerdere Kaspers? Er is een andere. Ja, ja, ja. Ja, Zuid-Cringe, zeker. Alter ego. Zuid... Met een leukere Kasper. Zat ik al in een kiel of niet? 13 ja. Was het toch? Ik heb je manhood geanalyseerd. Oh, dat had ik gezien volgens mij. Dat is wel leuk. Ik analyseer ze zelf ook, alleen dat is dan heel erg kort. Omdat ik er niet al te lang over praat op livestream. Oh, ik ben dood. Nou, nieuw, dat gaat met de gezelligheid over 3. Hoezo? 1. Waar heb je het over? Ik moet even dood gaan trouwens. Cocktail. Ja, cocktail, ja, weet je, kan allemaal, maar ja, moet je wel 18 zijn. Ik wou dat ik even doodgaan, dan kan ik mezelf even in een queue zetten. Volgens mij zit ik nog niet eens in een queue. Brand dood. Maar ik kan gewoon mijn armen afdoen. There we go, oké. Okay. Random item chance ga ik gewoon weer doen. Leuk, ik ga even snoep eten. Hé, hey, dat kan ook allemaal, hè? Het kan allemaal. Waarom sta ik in de fik trouwens? Ik join net dit... Oh my god. Oh, well. Oh, mijn favoriet. Ik word echt gefocust door 30 mensen. Oké. Okay. Ik ben dood. Ik heb niet verstaan, Semmel. Oh, dat is een free kill. Let's go. Dit is ook een free kill. Kom hier. Het zijn echt zoveel mensen. Lekker gloortje drinken. Maar misschien niet het beste idee. Wacht, zit ik nog bij hun call? Nee, ze zijn geswitcht. Hallo? Nee joh, daar is je. Nee, wie is daar? Nebel09. Is dit Walter Hartwell White? Ja, Oasis. Echt, heb ik echt een paar keer gedronken in mijn leven. Dat komt toch uit Frankrijk? Weet ik niet. Ik weet het niet. Dat is dat oranje toch? In die vierkante fles zeg maar. Het is toch een soort van limonade of zit ik daar helemaal naast? Ja, een soort fruitsap. Ja, ik heb het een paar keer maar gedronken in mijn leven. Ben jij het wel vaak gedronken dan, Tommy? Nee, ik dronk het altijd in Frankrijk, maar dan ben ik denk ik al een jaar of 4, 5 niet al in Frankrijk meer geweest. Zit Brenkrijger nog in de call? Nee, nee. Alleen Zuisbok en Toffe Thee. Brenkrijger is bij zijn oma. We zaten The Forest te spelen. Oh, dat nieuwe spel, Sons of The Forest. Ja. Oh, ja, je moet onze wereld joinen. Bren en ik hebben een wereld waar we best wel ver zijn. Oeh. Ja, nieuwe. Ja, nee, ik heb er nog één. omdat ik het in de nacht deed, zo ik moest rustig doen. Mijn ouders bleven schreeuwen. Oh, dat is niet goed. Dan zet je gewoon iemand stil. Trouwens, hoe doen we dit in de game? Analyseer me even in de chat. Analyseer deze gameplay. Ja, analyseer het even. Ik doe gewoon even 1, 2, 3 voor random item challenge. Oh, nevermind, ik word al in de game gegooid. Is het Manhunt? Oké, okay, nou we spelen Manhunt. Prima. Nee joh, Pili, nee joh. Wat? Oh, Pili. Oh, leuk. Nee joh. Leuk. Om 8 uur 's avond, wie eet er dan? Gewoon ik ben echt net klaar met eten. Ja, dat mag wel zo zijn. Ik was aan het eten, nieuw komt live. Ik denk, ah, fuck eten. Hoe dat eten normale mensen? 6 uur. Ja. Toch? Bedankt. Nee, ik heb precies om 6 uur de avondmaal gegeten. Ja, er werd de kost gegeten. Oh,
Ja, ik dacht dat we 6 uur 's ochtends avondeten. Oh ja, jij wel. Oh, grappig. Nee, waarom laat mijn game zo lang? Ik ben letterlijk echt nog 10 seconden aan het laden of zo. Skill issue. Leuke server. De SAP is eigenlijk wel dood, hè? Ja, klopt. Ze spelen niet meer superveel mensen op. Snap ik. Ja, ik ook. Maar, Leemlo eet altijd. Op dit moment niet. Ik heb vandaag eigenlijk heel weinig gegeten. Klopt, maar 500 kilo, maar niet heel veel inderdaad. Nee, valt mee. Maar 500 kilo. Waarom staat Alone in Terrain zo lang? Even een hele koe opgespeeld. Om jouw gewicht in te laden. Oh ja, helemaal vergeten, sorry. Wat een ongelofelijk leuk grapje. Dit is helemaal geen roast battle, Casper. Ik vind hem wel goed eigenlijk, ik vind hem wel grappig. Ja, supergoed, supergoed. Wie praat er sneller, Casper of Eminem? Ik denk thuis ook. Ik hou me in. Ik hou me in, wie praat er sneller? Casper, kan je eens even freestylen over de Breaking Bad? Ik freestyle zo snel, ik kan het niet eens oppakken op camera. Zuispook die heeft zeg maar soms dat hij gaat praten en dan... En dan uiteindelijk zeg ik tegen hem... Oh, sluis of unpas. Ja, nu ik weet, ik heb een van mijn graag autisme met spraakproblemen. Nee, maar je praat gewoon te snel. Dan praat jij en uiteindelijk zit ik aan het eind van je hele gesprek, zit ik van... Wat zei je? Zeg ze opnieuw, ik luisterde niet. Heb ik altijd met jou. Dat kwam vandaag nog. Maar dan komt 500's rematch. Wordt waarschijnlijk volgende week opgenomen. En ik denk dat hij dan over twee weken online komt. 2 weken, zou ik zeggen. Wanneer komt er eigenlijk een Peely review? Ik het bij Cambuur in de keuken en dan kan je pakken wat je wil. Cambuur. Oh ja, op de Cambuur. Met wie zijn jullie? Wacht, Peely moet winnen. Nou ja... Peely, we zijn momenteel met je moeder. Wat een gemene jongens ook. Ook bij 9 is goed, daar houden we aan. Wat zegt hij? En dan bij 69k doet hij een Peely review en dan wordt ook zijn adres, zeg maar, zijn IP. Oké, dus wacht even, Peely. Peely wordt helemaal geëxposed bij de 69k. Ja. Ja, nee, eens. Ja, nee, dan doen we. Random item challenge spelen. Ja, is goed. Oké, zwijgen is toestemming, hè? We beginnen weer met de random item challenge, weer tegen random mensen. Om de 2 minuten krijgen we random items en dan de eerste die van ons doodgaat, die heeft verloren. Dat is het hele concept van deze game mode en dat is een beetje wat we aan het doen. We pesten Peely ook niet, we vertellen hem de waarheid. Hallo Tom de Dude, welkom in chat. Wat een leuk Ik probeer 6 punten af te maken tot de Grand Final. Ja, dat is leuk, dat is leuk dat je het probeert. Ik weet niet of ik dat dan ga doen. 6 punten wordt een beetje veel, chaotisch, moeilijk op te nemen. Ik ga gelijk achter die persoon aanrennen trouwens, ik denk dat ik al dat kan killen met me. Dat is helemaal prima, dan laten we zeg maar een soort spoor achter van waar je nu bent. Peely man in het echte Oh, hij heeft een ex, wat? Hoe komt hij aan een ex? No, zulke onzin weer. Ja, gekregen. Ik heb tenminste blok of kan ik deze? Oké, het zijn... Ik ga gewoon toweren. Ik heb tenminste een vader. Oké, dat mag wel zo zijn, maar ik ben hier weg. Ik ga omhoog. Oh nee. Oh my god, oké, ik leef. Oh ja, klopt. 3 januari. Doe dan dit huis gewoon over een paar maanden tot niet meer. Oei. Wat gaat hij doen? Hij kan geen blokken breken volgens mij. 3 januari. Bam. Dat is een co-pilie. Ik heb gewoon onthouden al gewoon... Chewy ik gummy. Ik weet niet hoeveel dagen het al is, maar gewoon een paar dagen al. Ik heb misschien niet 3 januari is al geweest. Het is wat, hè? Hij kan er niks doen, gelukkig. Oh, hij is een village. Oh, dat wil ik eigenlijk ook hebben. Juli! 3 juli! Zij... Ja, Peely, ik heb het onthouden! Zijn dit nou 3 januari? Bijna. Ja. Oh ja, nee, dat is Nou, dat komt er nog aan, hoor. Komt er nog aan. Meneer Champignon? Wat? I mean, ik heb champignons geduwd, maar niet echt. Dit is. Als je kast omdraait, staat er zak. Ja. Helemaal niet. Hoe doet de S en Z van? Ja, maar dat spreek je toch hetzelfde, dan krijg je toch een zak, maar dan met een S. De feiten lopen de hoge op. Ik loop gewoon achter een guy met gewoon een Iron Axe. Boeien. Nee, echt? Ja, dat? echt. Oké, hij draait me om, dan ben ik weg. Waarom? Oh, wat is het doen? Oh, van vlijt, ja, natuurlijk. Oh my god. Ja. Hij kan hier niet opkomen, denk ik. Als hij hier opkomt, ben ik de lul. No way, guys. Oh. Oké, dat is wel slim, eigenlijk. Dat kan niet onder. Ik heb hier een huis. Dat ben ik ook, dankjewel. Nee, ik kan niet over jou, Casper. Denk na eens wie op een champion lijkt. Ik had wat vind je van mijn champion, geen idee waar hij het over heeft. Nou kijk, Van Vlijt is wel een aparte man. Oh!
Oh, nee. Er is ruzie. Hij zei je moeder, Pak de, sla hem. Ik heb een iron chestplate gekregen. Hier, kom. Boom. Hang hem op. Ben ik bezig. We gaan hem even ophangen, hier. Ah, kom op. Ja, maar dan hou je hem toch juist naar je toe. Ja, maar ik wil hem juist een beetje fall damage laten nemen. Hij gaat echt niet helemaal omhoog schieten. Deze humor, man. Ja, weet ik. Ik ben het met je eens. Dat is een domme humor van hem. Welke domme humor? Enige domme nieuw is jouw mening. Oh ja, sorry. Helemaal vergeten. Geen probleem. Ik herinner je graag. Dank je. Hey, deze guy, hoe kan hij hier bij u überhaupt? Goed zijn. Ik wist niet dat die range zo... Ja, oh ja, precies. Nee, op die manier. Nee, dan weet ik dat. Ga naar de andere huis. Oké. Okay. Doe de challenge. Wat de challenge? Naar het andere huis. Ah ja, nee, daar ben ik nu. En proberen geen belasting te krijgen van Mark Rutte. Oh, ik kan hem damage laten nemen. Van Marky Mark. Maar nu gaat... Wat nou als hij die chestplate gaat pakken? Dat kan niet. Hij kan niet mijn items pakken. Ik ben gewoon wachten tot we kunnen schieten. Schiet hem naar kill. Wat? Ja, schiet hem naar Album Was Right. Ah ja. Ik moet een wapen hebben. Ik kan nu niks doen. Toch? Ik kan al een beetje damage doen. Hij kan me niet eens hitten, man. Zo slecht is die. Wat? Oh! Nee! Oh, nee. Ja, je gaat dood nu, denk ik, Nieuw. Nee, nog niet. Kasper, wat ben je aan het doen? Ja, ik wil alleen maar pipies van Kasper afkomen. Ja, nee. Gebruik slash kill. Oh ja, natuurlijk. Ik moet even slash killen. Gemiddelde massie de gamerman hun. Ik moet even slash killen. Ah, hij snijpt me. Ik ga niet dood, ik ga nog niet dood. Oh! Je moet ook niet dood gaan. Je ja, moet gewoon ik heb gewonnen denk ik. Als het me nu niet in één keer killt, op een of andere domme manier. Zo. Nou, die zetten die boekt hem hoor. Hij heeft water. Ah, hij is dood. Dan zijn die niet dood, dus nieuw. Heb je daar wel eens over nagedacht? Nee, ik denk dat ik heb gewonnen. Nieuw dikke. Kom hier. Ik doe gewoon een blok in mijn offhand. Oeh! Waar is die? Oh, wat? Oké, daar. Hij is sowieso dood. Zo, blijft alleen maar rennen, wat gaat hij doen? Je moeder. Ah ja. Kasper, jij maakt echt al trouwens 3 jaar lang dezelfde grap, hè? Not even kidding. I know. Ik heb video's van 3 jaar geleden waarin ik zeg, wat ga je doen? Ja, je moeder. En nog steeds vindt hij dat oprecht grappig. Kas, je moet even Billy toevoegen. Ik kan niet van screen switchen. Kan jij van screen switchen? Nee, want ik heb hier niet op Discord. Let's go! Easy win. Het spijt me, Billy. Oké, ik ga naar de volgende game. Misschien ga ik even Manage spelen nu, dan ben ik wel even bezig, maar... Misschien ga je even goed zijn. Billy. Ik heb het gewoon gewonnen. Hier. Ik ga Manage queuen. Easy clap. Je hebt met mij wel op Discord. Hey, Billy! Nee, echt? Zullen we hem hebben? Wat? Voordat vind ik een broodje. Hier. Billy, waarom heb je zo'n rare mic? Weet ik niet, wat is er dan? Nee, je mic klinkt anders, maar... Ik heb heel lang niet met jou aan call gezeten, misschien is dat het. Oh shit, wacht. Nu is het trouwens Manant, dus ik moet de game uitspelen voordat hij me kan killen. Ja, ik heb je wat gestuurd. Ja, ik weet niet wie het is, maar het lijkt me een erg aardige jongen. Oh my god, hij zit er weer achter me aan. Als je mij bedoelt, zo schrijf je niet mijn naam. Even voor... Klopt, die zeker gaan halen. Moet ik terugkomen. Oh my god, dit bamboe is zo irritant. Praat beter. Maar wat ik wou zeggen, Nieuw, al je kijkers zijn 9 en je hebt geen toekomst. Dat moest er even uit. Nu kunnen jullie verder. Duidelijk. Waarom zijn de tags nog steeds door, hashtag Roblox door, hashtag Nederland? Weet ik veel, ik pas de hashtag nooit aan van video. Van als ik in het Duits ga praten. Ja, doe je ding. Nieuw is gewoon dik. Hallo! Ik ben een einde. Oh, Kas voor op de livestream. Kas. Sorry. Hey, is dat Duits? Is toch Duits hoor je hem zeggen? Zo dom ook weer. Lul van een vent. Lul van een vent. Pidi, wat vind je ervan dat, dat de zinken pijp van het gebouw werd gerukt?
Wat voel je daarvan? Snap ik het nou niet op? Ben ik nou zo dom? Ja. Gast, oh. De zinkenpijp. Gast, jouw moeder. Ik heb haar gisteravond zo hard gepakt, je wil niet weten. Over wie praat je? Ik zit gewoon even naar jullie te luisteren. No, no. Jullie zeggen zoveel, maar jullie zeggen zo weinig. Nee, in chat. Zinkenpijp. Pijp. Kasper, je moeder. Nu kent dat filmpje nog wel. Ja, 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 ik heb gezegd zijn moeder. Leuke topper ben je. Leuke topper. Ja, maar Pili kent die niet, over de zinkenpijp. Pili. Laat maar even kijken. Jongens, zoek niet het filmpje op van de zinkenpijp. Zinkenpijp. Hallo Daan, welkom in de chat. We zitten ik zit ondertussen met hem te spelen tegen mensen online. En ik zit bij Pili, is tof T. Is dat een drill shit of zo? Let's go. Leuke vent ben je. Hij heet Rondleiding van Gebouw. Leuke topper ben je. Rondleiding. Zo. Van... Oh, we hebben echt letterlijk dezelfde chip. Gebouw. Advancement. Daar staat hij hoor. Hatsa. Oh, het is van slijpsprikken. Schutters. Laat eens moeder. We gaan even kijken. Hey, Bram. Casper. Bram zegt je moeder. Gast, jouw moeder en jouw hond, denk je letterlijk. Je oma. Nah, die pakt... Echt niet van zeggen, die hoor. Pikt hij niet. Gisteravond, Pol. Hé, hey, je weet ook dat je het over je eigen moeder hebt, hè? Even... Hoe? Jij bent echt zo dom, hè, Casper. Ja. Oh, die van Bram. Oh, je had het wel voor Bram. Hé, hey, ik restart even, Birabie. Ik heb niet eens eten. Dit is een probleem. Oh, trouwens. Ja, ik restart wel. Oké, doei. Ah, komt er al aan. Bullshit. Wat heeft stierenpoep hier nou mee te maken? Nee, niet op die manier. Ja, maar dat zeg jij. Ja. Jij zegt stierenpoep. Ja, nieuw. Ik ben dood! Hoi, dood. Ik ben dood. Wat een nare span gewoon in een jungle. Dat is echt een irritant span. Een naar persoon. Leuke vent ben je. Leuk topper. Topper van een vent. Ja, dit is echt irritant, man. Zo'n span kan ik echt niet tegen. Dat is echt dan wel een jungle ding. Wat doet dat met je? Ja, razend. Razend. Wat doet Roblox ja, ik was daar sowieso dope, man. Zullen we een quiz doen over Roblox? Nee, alsjeblieft niet. What the fuck doet die guy? Kijk mijn stream. Yo. Tommy. Wat? Hoe kan dit? Dit wil ik ook kunnen. Deze guy... Kijk op mijn stream! Oh, deze man gewoon, je moet gewoon zoiets hebben, zo waar je naar wat beneden gaat. Wat ben ik nou weer gejoined? Manhunt, maar versus... Ik ga dit niet tegen 80 hunters doen, hoor. Gewoon goed zijn. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ik ben toch niet te runnen, of wel? Ik ga niet 6 mensen even kleppen online. Ach, dat zijn 6 runners nu, kan ik geen hunter worden? Er is eigenlijk geen één hunter. Casper, join mij eens op Roblox. Wat spelen jullie in Roblox? I don't know, ik wil het even proberen. Wat is het? Het heet Brain Game. Ja, ik ga... Maar kijk hoe slim we zijn. Brain Game. Ik ben niet slim, ik heb geen ook doors gespeeld, ik zweer... ik heb in mijn pamper gekakt, man. Pamper? Dit is wat Ryan zal zeggen. In zijn pamper gekakt. Dat is inderdaad geen gymnasium praten, inderdaad. Ik denk dat hij in zijn pamper, moet ik eerlijk zeggen, of niet. Zo'n luier. Yo, Casper, join mij. Hoezo? We gaan kijken hoe slim we zijn. Nee, maar dan moet ik mijn spelletje afsluiten. Ik denk niet slimmer dan Ryan, dat kan ik je wel stellen. Maar we weten toch al de uitkomst, dat ik gewoon niet slim ben? Hoezo is er maar één hunter in deze game trouwens? Dat is echt 6 runners en 1 hunter. Hoe oneerlijk is dat? Is dit niet... Minecraft Build Battle of zoiets, of een maze. Dit is een runner, maar is dat de hunter? Oh, hier. Drone game. Wie is dat? Dit is de hunter. Dit is de enige hunter die er is. Wat zielig. Of kun je hem gewoon met z'n allen doors? Nee, ik ga niet doorsen. Skill issue. Nee, mensen hebben verantwoordelijkheden. Ik heb morgen nog een drukke dag te gaan. Ik heb ook... ik bij doors. Als je vol iron armor hebt in je nieuws manhunt... Het is nog 5... Oh, wat is 5 staan? Oeh, geen idee wat je bedoelt. Of slimmer dan klep, want je klep...
Klep, ja, laat zijn hoofd zien. Ja, Klep is geleakt toen ik nog 1000 abonnees had. Heeft hij dat voor elkaar gekregen? Dat is een goede vraag. Kan hij mij ook killen? Nee, oké. Okay. Was waarschijnlijk gewoon een bekende van hem. Hoe bedoel je? Van Mr. Klep. Nee, Klep is geleakt door GH. Ja, maar oeh, dat kwam door in een stream. Ja, omdat hij zijn volledige naam zei. Ja, maar dus diegene kende hem waarschijnlijk. Nee, hij zei zijn eigen volledige naam. Ja, oké, dat is best dom. Ja, dat is toch dom? Ja. Maar goed, foutje kan gebeuren. Hij zei op een gegeven moment van, ja, ik ben Rob... Of iemand... Nee, trouwens, je speelt eindelijk een keer op MC Manhunt. Ja, klopt. Ik speel je een tijdje op, maar... Ja, nu livestream ik het. Maar nee, Klep, die was in chat, zei iemand, ik heb je volledige naam gevonden. En toen zei Klep, oh ja, dat maakt niet zoveel uit. Maar hij confirmed het ook, van ja, zo heet ik. En toen uiteindelijk was er een video van GA met, ja, dat is zijn naam. Met foto's van hem. Is Massie de gamer uit de chat? Of... Dat weet ik niet. Ja. Oh. Wat zijn die emoties? Spammen jullie die emoties? Ik zie emoties in mijn chat, ik weet alleen niet of jullie dat doen, maar... ik niet. Papa, ja, klap. Je ziet emoties in de chat. Ik dacht eerst dat PD en Yannick dezelfde... Nee, Mr. Clap dezelfde waren. Oh ja, dat dacht ik ook eerst. PD en... Wat is die... Kun je die skin voor je? Voor Big Eyes. Ik nieuw in je stream. Ja, ik zie het. Oh, dat mag niet op stream. Oh, YouTube, dit was niet meer doorgelegen. Ben maar alsjeblieft niet. Dat is toch de vierde strijk. kom Doors, ik doe mee. Nee. Misschien deze week ga ik nog even Doorsen met iedereen. Ik ga deze week wel meer livestreamen sowieso. Hebdo, vertel even over toen we gingen boden laatst. Dat is misschien wel leuk te vertellen. Ik, Toffe T, Peerman en Duktuk gingen dus even wat kegels gooien. We gingen even boden. En nou ja, weet je wat het ding is? Peerman die is de oudste van ons allemaal. En die kan er echt niks van. En Peerman is ook zeg maar waarschijnlijk het sterkst van ons allemaal. Maar wat? Ook, Peerman echt niet. God, ik ben gewoon dan Peerman. Peerman is een klein. Hij is gewoon een debiel. Nee, Peerman is echt best wel sterk. Dat weet je zelf ook. Hij heeft een wc-bril kapot gemaakt. Peerman is best wel sterk. In ieder geval, Peerman. Hij is het dom. Peerman, weet je nog toen hij de autosleutel wou meenemen? Ja. Maar in ieder geval, Peerman die heeft dus ongeveer 3 kegels in echt 3 potjes gegooid. Dat is echt ongelooflijk dat hij zo weinig kegels kan gooien. En volgens mij had Tommy en Ducktick die gingen het best. En ik stond dan op één laatste plek iedere keer. Maar ik ben ook het dunst van jullie allemaal, zeg maar. Ik ben het minst sterk en het dunst en het minst atletisch. En het dom. Ja, en het minst van alles. Ja, en het geest. Ik had al berekend hoe ik het moest doen en zo, hè. Bolen met Kasper's moeder. Gast, ik heb jouw moeder zo hard gebald gisteren. Je oma, je hele generatie hiervoor en hierna. Oh ja. Ze zeggen het, hè. Ze zeggen het. Hoi, Habib, welkom in de chat. We zitten wat minutes te spelen en een beetje te praten over bowlingavontuur. Moraal van het verhaal, jij rijdt, kunnen niet. Kegels gooien, hoe de fuck gooien met kegels? Nee, dat is een... Oh, Pili is ook echt... Je merkt ook dat hij echt gewoon jong is. Pili... Pili, kegels gooien is een uitdrukking voor lekker bowlen. Je bent letterlijk nog een zaadcel. Habib, ik ben niet geabonneerd. Oei, daar gaan we even de mist in. Nou, als je leuk vindt wat je ziet, dan kan je altijd overwegen om op de abonneer. Als je het leuk vindt wat je ziet. Ja. Nou, nieuw is bijna niemand leuk. Nou ja, helaas niet, we stoppen ermee. Ja, nou ja, ik blijf toch maar even doorgaan. Ik speel tegen Dream. Yo. Nee. Ja, echt. Kijk, jongens, ik heb een stream. Oh, hij is juist geliefd. Weet je hoe laat het is? Nou ja, het is ongeveer 7:15. Nou, het is alle 7:15. Precies. Mooie tijd. Echt? Nee. Oh ja, 7:15. Nee, heel nieuw. Wat zeg ik ook? Kijken. Tering. Ja. Maar wie had eigenlijk... Ja, ik stond volgens mij niet de hele tijd op één laatste plek, toch? Ik stond ook op een gegeven moment op tweede plek. Bij Duk. Of bij Polen. Dat eerste potje ging voor mij echt grandioos. We hadden 2 potjes gespeeld en ik stond 1 keer op één laatste. En dat was het laatste potje en ik stond 1 keer op tweede plek. En Tommy is best wel goed iedere keer. Met de hekjes. Nee, volgens mij had ik het tweede potje, was ik één en laatste, maar scheelde het niet veel tussen ons. Ja, klopt. Nee, klopt. Ja, dat is waar. Tommy deed wel beter dan mij in gewoon totaal. Want soms dan gooide hij bijvoorbeeld 3 keer achter elkaar mis, maar dan had hij ook weer daarna 2 strikes of zoiets. Ja, ik weet niet wat het was. En ik gooide er 1 keer steady 3 om of zoiets, dus ja. Maar het was wel lachen. Dat is wel leuk. Pili IQ min 56.000, ja. Het is wat. Ze zeggen het, hè? Mijn IQ is 1 over Minecraft.
Ik heb de melk van de week gezien. Oké, duidelijk praat. Ja, ik heb de PE3LI ook gezien laat. Mag jullie elkaar gezien? Ja, nou, niet zeggen waar. Nee, Casper was zijn rekenmachine vergeten, dus ik ging hem naar zijn school brengen. Aha. Oh, toen kwam je in zijn klas, of niet? Nee, toen kwamen onderweg naar mij toe. Oh, dus het Nebel 9, het is laat. Wat? Wie is er gejoind? Het is Billy. Oh, is Billy gejoind? Billy. Billy? Waar woon jij? Ik woon in een undisclosed huis. Location. Nederland. Hij woont onder kijk jongens, ik kan veel tegen jullie zeggen. Helaas kan ik niet mijn volledige adres op internet zetten. Ik kan het wel. Hallo Elias. Ik kan het ook. De Mogol staat 21. Oké, Pili, 10 euro als je nu je adres in de chat zet. Ja, tuurlijk man, hier. Nee, is goed, doen we dat. 10 euro, dat is echt weinig. Nee, is niet weinig. Ik ga je adres nu lekken. Lekken? Lekker. Nee, dat kan. Oké. Nieuw woont in 308. Denk maar aan Royal Lane. Albuquerque, New Mexico. Daar woont hij. Ja. Oh ja. Naast. Om de hoek natuurlijk. Om de hoek. Naast Walter White. Hallo, droom. Naast Walter White, daar woon ik, ja. En onder zijn huis zijn allemaal kinderen die aan het gillen zijn. Dus je kan het eigenlijk en haast niet missen. Speed maken. Pili, ja. Heb jij GTA? Wat? Huh? Heb jij GTA? Nee. Waarom niet? Waarom wel? Waarom niet? Oei. Waarom wel? Bram. Weet je wat Bram dat zegt? Mac voor adres. Dat vind ik wel goeie. Nee, dat doen we. Dat doen we. Je Mac adres? Nee, Mac voor je adres. Oh, ik krijg Mac als ik mijn adres geef. Ja, dat is goed met hoor. Met je Mac adres kan je ook achter je echte adres komen. Ja, dat is meer secure. Nee, hij bedoelt McDonald's. Mac voor je vader. Krijg je vader eigenlijk terug. Hij bedoelt McDonald's. Want ik weet waar hij is. Hij zit bij mij hier naast me. Jij krijgt van mij een eurokrander als je adres lekt. Jij krijgt van mij een secure. Je krijgt van mij een handshake. Master Gamer zegt, ik woon in Alveren, 56 Leiden. Helemaal niet. Nou ja, zo ik komt heb er een mevrouwtje, dat kan ik toch niet. Nee, mijn kijkers didossen niemand. Hoop ik. Nee, maar ik... ik ben jouw kijker niet. Nee, ik overweeg jou niet als, ook niet als een van mijn kijkers. Maar Pini, heb jij een battlefield? Ik didos wel mensen. Wat is het, friet of patat? Ja... Ik weet het niet, maar Tommy had volgens mij een reden of zoiets. Over in België zeggen ze patat. Oh, nee, het was boven de rivier zeggen ze patat. Nee, en in de rivier is het altijd al heel leuk. Oh, Elias, daar hebben we weer een discussie gestart. Je had het gewoon niet moeten zeggen. Zitten beide Elias. Kijk. Dit is Elias. Likes. Live, jongens, like deze livestream, dan zit je in de live. Oh, wat? Nee, joh. Waarom doet iedereen zijn adres in chat? Guys, dit is niet hoe je op internet ik zie even twee adressen voorbij komen. Dus dat is niet wat je moet doen, hè? Het is zeg maar, het is dat wij er niks mee doen. We maar... komen naar je huis toe, okay. Je weet niet. Het is dat wij er niks mee doen, want ja, wij hebben wel beter niks doen, maar... Als gewoon iets wordt besteld op dat adres. Wist jullie trouwens dat Pini ook vrachtwagenchauffeur is? Dat wie? Zullen we er een taart op bestellen? Dat Pini ook vrachtwagenchauffeur ja. Is. Wie is vrachtwagenchauffeur? Pini. Oh, dat ook ja, dat doe ik ook nog een dag. Ja. Nee, vrachtwagenchauffeur. Ja. Oh. Zo is dat ook doe je naast schooltijd. Nee. Oh man. Oh, ik zit niet meer op school. Gewoon fulltime. Maar naast wie zit ik dan altijd? Iemand zegt ik had een fake adres. Dat is een NPC. Die spawnt net naast. Die spawnt altijd naast. Elias gang. Ja. Dat is het ding. Wat gaat hij doen? Welk invloedbloks? Wat vind je ervan dat als Pili jouw kanaal overneemt, het Pili09 wordt? Pili heet op Twitch Pili09, hè, voor de duidelijkheid. Ja. Nee, maar zou Pili een betere Neblo zijn? Ja, denk het wel. Zeker. Denk dat ook. Moet wel bijna. Nieuw is een slechtere nieuw dan Pili. Ja, ik kan niet praten. Wat zegt hij? Wat zegt Bram Cox? Ja, maar zo laabaar. Maar wat zegt hij? Ja, maar dan kan Casper zijn maak komen halen. Oh, als Casper naar hem toe komt, kan Casper zijn maat komen halen bij hem. Dat is wat ik zeg. Ik gastje, ja, maat is je moet heel achter mij, ik zin veel zeggen. Subscan. Doen jullie die onder mijn bro? Casper, backers, doen jullie die emoties in de chat? Want ik zie steeds emoties erbij komen, ik wist niet eens dat kon. Ja, het kan wel, er zit een of andere gaar knopje en dan kan je allemaal leuke dingen doen. Oh, dus mensen die in emoties te zwemmen. Ik zag echt net 30 emoties of zo tegelijk. Oh ja, ik zie nu 100 en zo. Ja, het is in welke chat?
Heet, mijn chat. Kan je je gezicht in het echt YouTube chat. Heb ik al een paar keer gedaan. Dus je kan Nieuw, kijk. Wat is er? Kijk in de chat. Ja, ik kijk. Ik zie Iemand gooit hartjes. Iemand gooit love. Maar lijkt het de YouTube chat. Wat? Gewoon mijn YouTube chat. Ja, dan kan je. Weet ik veel. Ik zie gewoon. Bij mij zie ik gewoon. Ik hou van YouTube, zegt Elias. Kasper, je moet gewoon goed zijn. Ik hou van je moeder, Elias. Ja, ik heb skill issues. Hoe nu je het zegt, ze heten allebei Elias, trouwens. Twee mensen. Met 5 emoties, wie... hartje lach, verbaasd 100. Maar wie is de betere Elias? Weet ik niet. Deze ik zeg rap battle. Irritant. Rap battle. Oh ja, Kasper, bed vergeten. Je hebt 2 vaders. Oei. Oh, nee, ik woon niet Elias in Brabant. Koeman is de betere. Je kan, maar zou je mijn accent kunnen horen waar ik woon? Ik heb niet echt een accent. Toch? Ja, Mongools. Ja. Geweldige. Mongolië. Ja. Nou ja, origineel had ik ook echt niet van jou verwacht. Als je niet echt een accent hebt, dan is het meestal Holland of Utrecht of zo. Holland, oh ja, ja, zeker. Holland, ja. Ja, ja, zonder wat je bedoelt. Maar Holland is Noord-Holland en Zuid-Holland, hè, jij achterlijke bal. Ja. Oost-Holland. Een klasgenoot van mij zat bij aardrijkskunde en die zei, ja, Oost-Holland is toch ook een ding. Oost-Holland. Ja, nee, op die ja. Eens hoor, eens. Oost-Holland. Oh, ik ga dood. Tommy. Ja, heel goed, dan kan ik met je spelen. Ik ben al heel de tijd aan het wachten. Oh, oprecht. Oh, ja. Zei dat dan? Ja. Papa was misschien naar een verjaardag toe. Alleen Let's go, Ajax easy win. Speelt tegen elkaar. Dus hij was van, ik ga gewoon mijn iPad nemen om te kijken. Stef het hartje. Ja. Iedereen zit heeft gewonnen. Te doen. Ja, hij klopt. Hij is verjaardag. Hij heeft geschreeuwd. Ik ga even je inviten. Ik heb je geen invite. Shit. Oké, wat wil je spelen, Pili? Slaap lekker. Tof thee. Ik wil graag melk halen. Wil je random item challenge, death swap, speed, wat is het? Ik wil die blokje van. Yo, jailbreak jachtseizoen. Jailbreak jacht. No way, zo'n goed idee. Dat gaat vast niet fout bij iedereen. Vast kijk, niet. Nieuw. Heel, nu jij ouder bent geworden. Maar kijk, nieuw. Nu jij ouder bent geworden en niet meer kinderachtig gaat doen. Nu kan nee, het heeft niks met ouder worden te maken. Het heeft met oneerlijke spelregels te maken. We kunnen ook Fortnite jachtseizoen doen, guys. Dat is echt dodelijk. We kunnen ook Fortnite Manage. Nieuw, met hoeveel mensen kan een one-armed cook? Volgens mij 4 of zo, toch? Oh, god. Zullen we dat doen? Ja, maar ik heel wat is dat dan? Echt een irritant... hoeveel is 3 min 1? Nou, ik denk 2. Maar dat weet ik niet zeker. Oh, ik dacht 4. Ja, ik ook. Maar dan was ik dus even, moet ik even goed rekenen. Ja, maar... Wacht. Wat is dat dan? Speel... One-armed is dat... Is dat dan losse ja, game? Ja, ik ga nu, niet dat spelen, though. Ja, wel. Misschien wel een andere keer per livestream. Dat is wel een leuk idee. Skill issue. Gewoon een certified skill issue. Oh ja. Maar, ik wil graag... Kan je One-armed op Steam spelen? Dat blokker ding doen. Ja, we zitten al in queue als het goed is. Hoorde ik daar nu een map? Wat? Ik weet niet. Ja, die heb ik op mijn telefoon staan. Oké. Dus als je wil, kan ik hem even doorsturen. Ik denk dat dat heel graag wil. Wat staat er allemaal in je map dan, Pili? Ja, jij? Nee. Niet. Ik stond er wel in volgens mij trouwens. Sta je erin? Zou ik even kijken? Volgens mij heb ik een Insta-post of zo van mij. Ja, het is mijn Insta, toen had je die er gelijk ingezet. Nee, dat was geen officiële... Ja, dat was niet de officiële van map. Oh, oké. Maar je staat er zeker in. Wat? Waar heb je mij erin gezet? Ja, omdat het gewoon echt een geweldige foto was. Pili, sta ik erin? Nee, ik heb geen foto van jou. Je kan me letterlijk opzoeken. Niet zeg ik, Tommy. Blijf. Zoek gewoon maar de rest, vind ik ook gelijk mijn gezicht. Zoek gelijk mijn... Je wordt echt achterna gezeten door een autistische klas. Ik ben benieuwd welke nieuwste moment jij gaat faken. Ik kanker ben, hou je bek. Tommy zal iets zeggen tegen mij. Oh, wat wil Tommy zeggen? Nou, hoe heet het? Massie de Gamer. Nee! Je speelt letterlijk op een iPad. Discord wanneer je aan het opnemen bent. Tududu. Leuk. Massie de Gamer, waar ging die analyse trouwens over? Ging dat over hoe Mennens gefaked waren? Of hoe het veel betere content was dan wat jij ooit zou kunnen leven? Oh, ik ben gewoon teruggegaan naar embryo. Oh, dat is wat? Je kent geen cover van dit. Ja, geen idee. Ik praat zo voor onzin. Mijn leeftijd. Maar kom hier, hoe heet het? One-armed cook. Moet ik het naar je typen? Bram, dat je het doorstuurt, trouwens. Is het een Roblox spel?
Nee, het is gewoon een spel op Steam, jongen. Hoe gaan jullie zo pauper doen dat jullie echt 5 minuten moeten nemen, ook al zegt hij 10 keer de naam van de game? Hoe is het zo pauper spel dan? Hij is een one-armed cook. Ja, typ het maar. Ja, Nieuw, het is moeilijk om te verstaan als je daarheen loopt, blech. Dus maar hij is al 6 keer gezegd, niet alsof het 1 keer werd gezegd. Hé, hey, ja, Nieuw, Pini. Ik stuur je even mijn vriendcode door op Steam. Oh my god. Ja, helemaal goed, joh. Ja, ik ben dat maatje met Ruben Koet. Die moet je hebben, Ruben Koet. The right specialist. add a friend? Copy? The right special. Nou, als ik het precies copy paste, dan komt het nergens uit. Oh, dat spel! Ja. Is er... Oh, dat gaan we spelen, nee. Ja, nieuw, kom spelen. Niet nu. Jawel. Nee, niet nu. Ik sluit mijn Minecraft af. Zo. Ja, mag het zo zijn. Gaan we met z'n drieën nu spelen? Ja, dat is echt een god spel, jongen. Ja, ik doe met je mee. Ik moet wel even downloaden, maar dat is niet zo lang. Even kijken hoor, vrienden. Uw leven. Hoe werkt dat? Vrienden toevoegen. Ja, hoe? Ja, zal ik nou eindelijk joinen dan, maar dan moet ik wel even mijn hele livestream weer aanpassen. Boeien. Oké. Okay. Kan je het spelen op me? Nee, ik ga mijn livestream aanpassen. Het is voor Windows only. Ik kan wel mijn scherm dan doen wij het samen, ja? No way, ja. No way. Maar hoe voeg je dan mensen toe? Ik heb geen vrienden op Steam. Ja, daar bovenin heb je je naam en daar staat friend. Ja? Die heb je niet, ja? En daar staat add a friend. Oh ja, vriend toevoegen. Ja? Ja, en dan hier, moet je die code bam. In. Je gaat toch wel tot 24 uur live, hè? Ja, natuurlijk, uiteraard. Zo! Wow, wat een goede profielfoto! Wow! Dat is Ruben Koet. Ja, dat vind ik. Die ken ik. Wat een smash. One Armed Cook, heb ik dan nog geïnstalleerd? Ik moet helemaal. Ik heb nog geen verzoek. Volgens mij ziet mijn hele stream dus zwart scherm. Ik doe het niet aan dat ik ben. Ja. Oké, jongens, mijn game moet even opstarten. Vereisten om deze functies te gebruiken. Bezoek Steam Support voor meer informatie. Hoe zijn jullie zo slecht dat jullie gewoon een simpele game niet kunnen spelen? Oké, okay, nee, ik ga nog mijn beeld laten zien, jongens. En nu al je back is. Oh, sorry, ja. Ik heb volgens mij een setting aanstaan zodat ik geen vrienden mag hebben. Ja, snap ik wel. Kan je dat aanpassen? One armed cook. Ik veel. Jullie zien het hier. Waar is het beeld? Het komt er zo aan. Dat is goed nu aan. Master Gamer zei ik fake mijn manhunt. Oké, ja, dat mag. Ja, dat klopt. Voor maar ja. Tommy, kan je mij invite in een game? Als het mag, dan blijf ik kijken tot 3 uur. Als het mag van mijn moeder. Ja, natuurlijk, uiteraard. Ik blijf natuurlijk gewoon tot 3 uur s'nachts live. We moeten nog even wachten op de PD. Ik geef wel even een game, oké? Okay? Ja, dan leg jij mij uit. Maar dan moet je ook PD even toevoegen. Hoeveel players is het? Zal ik even checken? Hoeveel players gaan we spelen? Wie doet er mee? Doet Casper mee? Casper kan niet. Nee, ja, Casper is alleen... Ja, er kunnen 3 mensen in. Invite only... Ik ben je aan het inviten nu. Nou, top. Jongens, dit is trouwens one armed cook. Dit is een heel groot spelletje en je moet gewoon dingen koken. Wacht, je moet even nieuw nog accepteren. Steam, even nieuw toevoegen op Steam. Wacht. PD. Ja, ik heb hem toch op Steam, of niet? Nee ik heb niemand op Steam. Oké, PD, nee, hoe heet je op Steam? Help. Hoe heet je op Steam? Hij kan geen vrienden toevoegen, dat zegt hij. Oh, ja. Volgens mij moet hij dan geld uitgegeven hebben, trouwens. Toch? Volgens mij als je iets van 10 euro uitgeeft, dat je vrienden kan worden op Steam. Is dat nieuw? Ja, nee, dat was er altijd al. Welk man, waar is de titel van je live? Is de titel weg? Ik kan cap. Nee, de titel is veranderd. Ik heb de titel veranderd. Wat speel je? Ik speel One Armed Cook. Het is een gotisch spelletje. Ga ik even met Tommy spelen. Want... Nee, maar dat is net een vriend toevoegen. Ja, ik kijk ook bij jou. Volgens mij kan Pili niet joinen, of wel? Tuurlijk wel, maar het is een beetje autistisch. Want kijk, als ik hier op de prachtige home over je... Tom de dude. Kunnen we niet even een potje spelen terwijl hij het uitzoekt? Ja. Die hotdogs hebben we vorige keer ook al gedaan. Een andere? Je moet $5 hebben uitgegeven. Ja, maar dit is de enige map met 1 tot 2 spelers. Oké, dan doen we dit. Okay. Pini, wil je geld uitgeven of moet ik wat voor je kopen? Nee, ik doe het wel. Komt goed, man. Komt goed. Oké. Wacht, hoeveel staat dit gelijk?
Pili, hou je bek even. Oh, wat was het gemeen? Wat moeten we ook doen? Wat moeten we doen? We moeten die klanten, ze willen... Oh, dat komt goed, wacht, ik ga toch een spel kopen. Wat willen ze? Laat me even een spel kopen. Een sausage en een bread, maar dat bread moet toch wel gebakken worden, toch? Ja, oké. Oh, je moet het vasthouden. Wacht, ze willen bijna een worstje, toch? Ja, bijna. Okay, ga jij het vlees flippen? Ja, ik het brood heb jij een spateltje, of niet? Oh, wat een betere... Nee, oh, nee, kijk uit! Oh, nee! Wacht even, dit moet er even op. Oh, nu ligt het mes op. Oh. Ik pak een bord. Oké, het ligt er weer op, hoor. Ik ga deze wegleggen hier, veilig. Oh. Doe nou niet, toffe thee! Waar is het nou? Wat is de zeur altijd met jou? Waar is dat worstje nou heen? Ja, dat weet ik niet. Een rat. Huh? Nee! eentje is klaar. Mijn houtje is gestolen. Oké, eentje is klaar. De ander moet je even van het vuur halen dadelijk, oké? Ja. Oh. Gat, jeetje, je brood. Toch? Hoe weten we of die klaar is? Ja, weet ik veel. Gewoon geven. Amazing, zegt hij. Dat is klaar. Oké, wacht. We moeten toch eerst even dit open snijden. Snijd het gewoon. Ja. Wat doe je? Hij is open. Oh shit. Hoe deed je dat? Gewoon goed zijn. Pak even een bordje. Ja. Zo, die ligt. Lekker worstje erbij. Oh nee! Hij ligt nog waar is het borstje? Ik moet even beter op bord. Zo, die ligt er. Oh joh. Oh, we hebben al nieuwe klanten. Eet lekker. Oké, nou ja. Ready to order. Wat willen ze? Een sausage? Ik weet ze willen hetzelfde. Maar niet in het echt. Ik wil even helpen van iemand, maar dan moet die Kasper, oprecht... help hem maar. ...in komen. Oké. Okay. Kasper, kun jij niet even pielen naar een andere kat waar hem helpt? Ondertussen. Ja, even... Ik pak twee bordjes vast. Oh shit, de afwas! Doe even de afwas. Pak even... Oh, jij gaat zekerkap met jou. Wat willen ze dan ook? Ja, sausage and bread and a sausage. Sausage and bread and a sausage. Oké. Okay. Gaan we dit even snijden. Ze zeggen het. Hij snijdt niet. Hij snijdt letterlijk niet. Ja, maar het vorige keer klutste je dat. Waar heb je het over? Hij snijdt niet. Hij snijdt, oké. Oh shit. Oh nee! Wat voor het bedoel, kan gebeuren. Heb je een... Ik pak de spuiter! Oh, toch vertel. Richt dan, richt! Ja, ik probeer het! Shit, shit, dat je bent. Ja. Kun je deze nog kunnen gewoon... kunnen we nog wel surfen, denk ik. Ja, dat kan wel, denk ik, hè. Dat moet kunnen. Ik ruim het even op hier. Deze erop. Ja, zo. Mooi. Waar is het andere voorstje dan nu? Minecraft of Roblox? Ik heb het laatst gevraagd in een community post. We hebben nog een worstje, geef het gewoon aan hem. We hebben nog maar een paar seconden. Oké. Appa, eet lekker. Wil je nog hier tussen? Ah, ik heb hem nog niet gegeven, kom. Gooi hem op een bord. Wat doe je? Gooi hem op een bord. Gooi hem op de grond. We moeten meer inkopen doen. Eet lekker. Zo. Oh, we hebben weer nieuwe. Ik doe de afwas wel. Doe even de afwas. Even afwassen. Wat, Oh, we hebben weer nieuwe. Oké, ze willen twee sausages. Easy. We hebben er nog maar één. Toch wel minder. Shit, hier lag er toch nog? Oh shit. Hier ligt er één, Oké, pak die. Ik leg deze even hier aan de... Koop even worsten. We willen worsten. Meer. Dan word je even flink geworst. Oh. Ja, ik heb besteld... Heb jij even twee borden voor mij? Ja, ik heb toevallig twee frisse. Twee frisse? hier. Lekker worstje voor jou. Oh. Doet het dan op, joh. Ja. Lekker worstje voor jou. Zo, even de vrachtwagen is bordje daarin gooien. Hoppa. Verkeerde kant op. Oh. Wat gaan we goed nu? Ja, we gaan nog lekker. Het staan. Zo doen we die dingen. Minecraft. Oké, nieuw. Ik heb hier worsten. Oké, we hebben nieuwe klanten. Ik ga even kijken wat ze willen. Sausage en sausage bread. Dus, ik ga de worst in de koelkast doen. Nee, gooi er eentje op het vuur. Gooi ze alle twee op het vuur. Hier, wacht. We hebben er twee nodig. Oh, zo. Die twee zitten. Iedereen Minecraft? Ja, op zich. Ik zou ook Minecraft kiezen. Roblox speelt niet zo heel veel, Minecraft wel. Ik zou GTA kiezen. Ja, maar aan mij werd niks gevraagd. Nee, nou ja, fijn dat je het zelf al zegt. de kraan loopt nog, hè? Oh ja, ik was ook aan het afwassen nog. Oh ja, tegelijk. Dat doe jij gewoon, hè? Je hebt hier nog maar afwas. En heb je nog een bordje of niet? We hebben nog Zal maar één weer bordje. Gaan afwassen? Jij moet even afwassen. Ja, kan jij het brood dan in de koelkast? Hoeveel brood heb je besteld? Jij hebt het besteld. Oh ja, dat is waar ook. Wij hebben een beetje de schuld gegeven, net zoals in Roblox Doors. Dat raakt je, hè? Ja, die raakte me wel. Nieuwe mensen. Ze willen een sausage, weer hetzelfde. Een broodje en een normaal worstje.
je nog borden? Maar dat kluit je mij gewoon. Ja, ik ben ze aan het schoonmaken. Toppetje. Ik moet zo weg. Ja, in ieder geval wel terug dan vast, want ik neem aan dat iedereen dadelijk gaat slapen. Morgen weer een dag. Morgen is maandag, hè. Morgen iedereen weer school en werk. En... Mijn lessen vallen uit. Serieus? Ja. Oh, ik heb morgen echt om 10:30 school of zo. Er zijn weer nieuwe mensen, tof thee. Zo, eet lekker. Gooi deze even onder. Ik heb nog een worstje, maar ik heb nog een broodje nodig. Heb je nog brood? We hebben nog twee die liggen brood. In de vrachtwagen, zou ik ze pakken? Nee, we hebben nog twee brood, komt goed. Als ik zou willen snijden, toppetje. Hier. Oh. Heb je er nog twee worsten gegooid? Nee. Nee. Hoe komen deze dan op? Ja, weet ik niet. Misschien hebben de klanten dat gedaan. Oh ja, dat denk ik ook. Misschien hebben de klanten dat gedaan. Oh nee. Eet lekker. Ik kan gewoon een achievement unlock voor deze game. Deze willen een letterlijk hetzelfde, een worstje en een worstje met brood. Wat doe je dat brood erop? Ik doe dat niet, dat doe ik volgende. Doe het dan niet. Oh ja. Nee, top, dan zijn we daarover eens. Ik gooi ze erop, op de gegrillend... Hou je ze zelf in de gaten? Of is het al lastig? Pili heeft me toegevoegd, ze hebben geld uitgegeven. Pili heeft je geld uitgegeven. Pili komt eigenlijk ook in de game, toch? Eet lekker, ja, eet lekker. Je gebruikt veel hashtags in je beschrijving. Ja, klopt. Dan komt het bij meer mensen in ieder geval. En het worstje. Eet lekker. Zo. En die zit er. Hey, Casper. Oh, oh ja. Hoe kan dit ook? Wat? Ja, je moeder op een driewieler met de kale kop om 3:00 s'nachts. Waar is de... Dat had ik dus gisteravond. Ja, ik ook, hè. Oh, wat toevallig. Misschien hebben we het zelf moeder. Misschien wel. Waarom is er een vrachtwagen, een deur open, waar gewoon een doos met knakworst in zit? We zijn knakworst aan het verkopen. Dat is de hele game. Ja, maar dit is niet nieuw, dit is niet hygiënisch. Ze zijn zo in een doos in de vrachtwagen. Hey, maar wanneer mag jij praten? Sinds ik niet dat gebod gesteld. Was jij in de game? Nee. Oh. Tuurlijk niet. Tommy, ik heb je geïnviteerd. Ja, je moet ook nog even nieuw toevoegen. Hashtag vrachtwagen. Oké, vrienden toevoegen. Wat is jouw ding nieuw? Ja, weet ik veel. Nieuw. Ja, hoe de vorm moet ik dat weten? Gewoon Nederland 9, hè, op Steam. Jezus, is dat een NPC. Oh, hier. Wat een NPC, het is gewoon mijn naam, dat jij dat Pili heet. Omdat je mijn Fortnite skin naam wou doen. Hier, waarom doe je het broodje erop? Ja, het broodje hoeft niet op, hè. Oh ja, ik heb het toegevoegd. En ik wil die chaos. Ik wil die chaos creëren, Kasper. Accepteer me dan even. Ja, ik ga het accepteren. Ja, fair. Ik heb je geaccepteerd. Nou, boem, we zijn vrienden. Ja, heel goed. En nu lief je die cutcape? Nee, we gaan het afmaken. Ja. Hoe lang duurt dat? Weet ik niet. Wat moeten we doen, toftee? Wat hebben we nodig? Wat netjes deze keuken. Ja. Hou je bek even, Kasper. Dit is sowieso een klote spel. Sausage and bread. Nee, dit is echt het beste spel ooit, oké. Ik zat trouwens even te kijken. Die is al klaar. Jongens, ik ga Manos in Dispel spelen vanaf nu. Oh ja. Ja. We gaan even Manos in dit spel. Tommy, ze zijn al lang klaar. Hou ze eraf dan? Jij doet ze erop, ja, haal ze er niet af. Klojo. Nee, ik doe andere dingen. Hypocrisie support. Ja. Wat? En Nick, weet je wel wat ik heb gelezen? Iemand zegt gewoon Pipo Pili. Plain Hodor. Oh! Dat mag echt niet. Ik heb een plein hobbit. Casper is super blij dat je betaald hebt. Hebben jullie geld uitgegeven? Hebben jullie geld uitgegeven net? Ja. Steven, nee, kut. Ik moet even voorschieten. Waarom zou je dat doen? Nou, omdat ik oprecht een spel wil kopen en omdat hij in de aanbieding was. En Pili betaalt hem terug in frikandelbroodjes. Ze zijn niet eens met wat wij aan het doen zijn, Pili. Tommy. Oh ja, precies, Master Game. Kijk, zo denkt mijn brein ook altijd als ik met mensen praat. Tommy, je moet je wat dingen van het vuur gaan halen trouwens. Ik heb zin in praten. Ja, maar dat is wel al. Tommy! Oh nee! Misschien ik weet niet zeker, hè? Oh, zit de fik! Wat doe je nou? Waar is de ding? Wat doe je nou? Ik doe niks! Jij doet er allemaal op, jongen! Ik zag het je erop flikken, waar is die? Nou, we gaan wel gewoon door. Nee, waar is die? We moeten toch plussen? Tommy, ja. Waar is dat ding? Waar heb je het gelaten? Ik weet niet wat er gebeurt! Ja, wat denk je dat er gebeurt? De keuken zat in de fik. In de hands. Ik heb hier niks mee te maken! Waarom ligt het ding helemaal hier? Waarom ligt het helemaal hier? Kom, crap game. Oké. Ik blus alles.
Stel je voor, je bent lekker aan het eten en je ziet dit gebeuren. Oh nee, Chris, hele, het gaat allemaal in de hens. Het gaat allemaal in de hens. Die man staat in de hens, die man staat in de hens. Die man staat lekker in de hens. We doen hier met een dok in de house, want this is fine. Tommy, dit gaat niet... Nieuw, ik heb denk ik mogelijk iets lang op het vlees, op het vuur laten. Ja, nee, dat denk ik ook, ja. Waarom lig je ook drie hot dogs? Schel dat vuur uit, misschien helpt dat. Je legt er eentje op, we hebben genoeg. Het is klaar, het is al klaar. Zet het anders even... Doe het anders het even, Nieuw, de computer staat in de fik. Hallo, welkom, Moller. ja, we moeten even de toven. Dan kan ik geen Manhunt meer spelen. Je wordt even... Jongens, dit is de Manhunt. Wat doe jij? Nee, mag dat vuur naar buiten komen? Ik... Geef hier dat ding. Nee, mijn vuur! Waar is die? Huh? Hebben we genoeglift? Oh, misschien moet ik gewoon gaan vluchten vanaf nu. Misschien is het gewoon uw plan te gaan vluchten. Ik kan niet weg! Oh, hij is... Oh, daar is hij! Tommy, geef dat ding! Hoppa, hier komen we dat ding. Wat? Tommy! Hier komen! Klaar nu! Kom op! De hele keuken zit in de fik. Je klinkt echt als een moeder aan. Nee, kijk ook wat hij doet. Hij klinkt. Wow, wat doet je arm? Huh, waar is die? Weer geen no-clip. Ik ga pakken. Oh, Tommy! Tommy, dat mag niet! Tommy wil gewoon zeg maar bijspelen. Daarom moet hij alles over. Het is allemaal vergeven, jongen. Kijk wat ik in onze keuken. Heel de keuken naar de griep. Naar de griep. Nou, weet je wat? We kunnen niet eens lieven. Oh wel. Play. Multiplayer. Top. Kan ik jou invite, Pili? Tuurlijk. Oké, create a game. 3 players, start game. Moet ik dan find game of browse game? Ik invite jullie. Oh ja, ik zie het. Welke game heb je eigenlijk gekocht, Pili? F1. Oh! Welke map willen we doen? We zijn nu met z'n drieën. Dus we kunnen bij die Burger Bar. Nee, yo, kijk mij even. Wat een kok zijn wij, hè? Wat een kok. Hij lijkt toch oprecht op mij ook, hè? Gaan we beginnen? Ja, hij lijkt oprecht op jou, trouwens, met dat haar. Penny, ja. Burgerbar. Ik ben ready, hoor. Ik ben ready. Ik nog niet, wacht. Ja. Wij zijn even de koks van de eeuw, gewoon. Wij zijn de kokende koks. Wij gaan even kokkerellen. Wat gaan wij koken, mannen? Nou, ik denk wel ja, burgers. Ja, voor op een bar. Ja, dat ik heb kan dit ook. Spel nog nooit in mijn leven gezien. Oh shit. Ik heb een bord. Billy, doe normaal. Nee. Zet hier. We hebben dadelijk klanten. Belletje. Oké, okay, we moeten dingen doen. Oké? Okay? Er zijn hier mensen. Bukken. Crouch. Nee, het is crouch. Het is geen... Wat willen ze? Oh, ja, Tommy, ik heb geen idee hoe we dit moeten maken, man. Ik ga gewoon bacon cheese. Oh, hier, Nieuw, dat boek. Nieuw, hier is een boek. Wat doet het boek? Oh, ja. Er staat een recept in. Ah, wel bacon cheese. Je hebt een broodje nodig. Ja, dat is niet te doen, jongens. Dit is niet te doen, we hebben nu al verloren. Broodje erop. Wat ze? Waar is de... Oh nee, jongens, nee! Niet nu al. Wat is aangebrand? Hij is aangebrand. Gooi hem eens. In de prullenbak. Zo, dit is het raak. Oké, we hebben een burger... Nee, niet... Oké. We hebben een burger nodig, oké? En daarna hebben we bacon. Moet je dat ook nog koken? Ja, hier, tuurlijk. Ligt hier. Ja, oké. Doe het erop. Twee bacon. Deze is klaar. Ja. 1. Ik kan... Wat doe jij hier? Vis. Wat gebeurt hier? Oké. Oh ja, 2. Wat is daar? Kijk, we hebben de burger erop. De burger zit erop. We moeten de kaas. We moeten. Broodjes ook. Alleen nog kaas. Nee, niet de broodjes. Waar is de kaas? Ja. Deze zijn nog niet goed. Waar is de kaas? Nee, ik moet niet. Wacht, moesten die broodjes niet hierin trouwens? Ja, die broodjes moeten hierin, guys. Oh. Nee. Brandblusser. Waar is de brandblusser? Wat, er toen net 2? Nee, nu maar 1. Oh, broodje klaar. Ja, okay. Ja. Brandblusser. Tof thee. Maak even een burger, oké? Okay? Er zijn meer mensen weggekomen. Dat is een drama, nee, alles gaat prima. Ja, cheeseburger. Ja, maar we hebben geen kaas! 2 bacon, jawel joh! Waar is de kaas? Wat? Waar is de kaas? Wie heeft de kaas gezet? Ik heb hem uitgetrappen. Hé, Melk, geen dreiging hoor, maar. ik had je mes weggegooid. Nee! Waar is de kaas, honestly? Moeten we dan op bestellen? Hier, dit is kaas toch? Ja. Wat? Waar heb je. Hier! Kaas! Dat zijn burgers, dat is een broodje. Huh? Dit is kaas! Dat is oh jongens, kaas. Hij komt eruit, hij gaat ons eten stelen!
paar. Ik heb hem. Ik heb de rat. Ik gooi naar buiten. We willen allemaal cheeseburgers. We moeten gewoon iets doen. Ja, maar we hebben zeg maar geen cheese. Waar is de cheese? Kunnen we dat bestellen? Ja, dan moeten we het toch bestellen. Kaas? Ik ga kaas bestellen. Kaas. Hier. Cheeseburger. Oh shit. Ja, we hebben zeg maar kaas niks. Nee. Waar is de kaas? Ik heb kaas besteld. Er komt kaas aan. Okay. Maak even de burger alvast, oké? Maak even de burger. Maar die is ook op. Ja, de burger. Broer, dat is ook nieuw, op. We hebben niks. Guys, we hebben genoeg. We hebben alleen broodjes. Hé, ik hoor vragen. Ja, maar waar is het vlees? Dat hebben jullie allemaal hebben jullie het allemaal weggegooid? Wat? Wat gebeurt? Jongens, de auto! Ja, daar zit kaas in. Waarom ben je zo autistisch? Er zit gewoon kaas in. Kaas! Kaas! Even bij de borrel. Ga los weg met je dikke lijf. Ik kan er niet langs. Oké. Ja, ik heb plakjes kaas. Kijk! Hoe snij je dat? Met een mes toch? Oké. Waarom brandt de kaas? Niet de kaas laten branden. Jongens, de kaas Ik heb plakje kaas. We hebben niet eens burgers of bacon. Hier, dit... Wat is dit? Jongens, kunnen jullie nog in de PC? Ik ben namelijk geglitcht, denk ik. In de PC? Wat kan je met de PC? Oh, dat komt omdat die vrachtwagen er nog is. Moet even die laatste... Oh, alles gaat eruit. Oké, ik ga het wel weer doen. Alles gaat weer fout hier. Ja, daar gaat ie. Doei! Ja, bestel even bacon en burgers. Dit is... Burgers? Ja. Hey, ze zitten hier echt al rustig 20 minuten. Maakt niet uit. Dit is kwaliteit eten wat er straks komt. Kijk wat er, op de grond ligt, jongen. We kunnen eerst één burger maken. Waarom ligt dit hier? Dit moet daarin. Ik ga wel even opruimen. Wacht, dit is al klaar. Dicht. Joik! Oké, hebben we een burger nog? Niet, hè? We hebben niks. Oh, hij is klaar. Kijk. Hier. Maar... Ik weet niet wat het is, maar ik heb het gebakken. Het is een burger. Het zijn broodjes. Oh, er zijn nog meer mensen. Hou jij van een biefstuk met rood aan de binnenkant? Je wil een normale hamburger. Dat is wel erg lekker. We hebben geen hamburgers meer. Ik hou even die dozen weg, want dit kan niet. Guys, bestel burgers en bacon. Burgers? Ja, ik heb geen geld meer besteld. Oh, we hebben geen geld meer. Waarom heb je geen geld meer? Ja, we hadden waarschijnlijk... We zitten nu al gesoftlocked. Ik heb beef besteld. Geef aan V-Bucks. We hebben geen burgers, dat is het probleem. Ik heb kaas, kunnen we de kaas bakken? Nieuw, stop ik heb, met al die ik burgers. Heb, geef gewoon, besteld. Geef gewoon dit. Waarom heb je kaas? Stop niet, want ik heb kaas op de oven. Wat is dit nou weer? Oké, maakt niet uit. Daar zijn ze! Zijn ze daar? Wat hebben we besteld? Ja, stop met de kaas in de Wat hebben we? Wat staat erin? Wat zit erin? De planken, waar is het? Niet. Het ligt daar. Weet ze nou gewoon weg? Nee, ik heb het. Let's go, Tom. Wacht, ik had een burger. Jongens, ik heb het gewoon. Ah! Guys! Billy, wat heb je gedaan? Ja, ik kom naar binnen, ik zie dit. Ja. Hoe bedoel je, ja? Wat gebeurt hier? Dit is niet wat hoort. Even de burger erop, ja. Hatsa! Stik hem eens even in, ik neem ontslag. Oh, wat, jongens, kijk, zacht je? Earn money. Hey, een rat. Ik heb hem! Doe hem hierin. Doe hem hier. Zo, in de pullenbak. Gewoon hier, boom. Oh! Hij is dood, denk ik. Dit kan niet goed. Voet hem aan mensen, leg hem op de poort en voet hem dan. Hier. Hier wel, kijk. Ah, hij bent op een poort. Wacht, bak hem. Hoppa, die ligt. Brand. Wat zou er gebeuren? Afslag karpaan, hotza. Komt helemaal goed, joh. Komt helemaal goed, joh. Het is ook wat, hè. Yo! Kijk eens. Zie mij even alles blutten. Ongelooflijk met jullie. Hé, hier is een burger! We hebben een burger! Wat? We hebben nog een broodje ergens. Allerlaatste burger. Niet verneuken. Misschien zijn deze... Ik heb een burger gevonden. Dit is de allerlaatste. Oké, Billy, leg op een broodje. Niet doen! Jongens, ik heb nog kaas! Billy! Jongens, ik heb een kaas! Wat? Nee. We hebben niks kunnen doen. Nog een keer. Nee, ik ga wel de stream eindigen hier. Nee! Ja, want ik heb... Ga dat nog een keer doen. Nee. Tommy, wij gaan het samen doen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Volgende keer doe ik weer stream met Facecam en... En Phasmophobia. En dan kunnen we misschien Phasmophobia waarschijnlijk Minecraften. Maar we gaan even kijken wat we kunnen doen. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. En ik zie jullie in de volgende video's waarschijnlijk. En...